even op de box zitten of zo. Of, ja, ga even lekker. Ik merk dat ik gewoon nog steeds dizzy ben. Ja, ja, dit is een workout wat. Oh, is hij? Aansturing. Zo, aanstellerij. Piste bijna mijn broek, man. Liet er gewoon bijna lopen. Ja. Gewoon zo kapot ging ik. Voor de mensen die de Tormel wel eens hebben gelopen, zo voel ik me nu met een keer anderhalf of zo. Yo guys, Jeroen hier van Survivor & Coaches. En ik sta hier voor de deur van het Arminius trainingscentrum. De vorige keer zijn we met de fysio in gesprek gegaan over hoe Niels het beste heel kan blijven tijdens de challenge. En vandaag gaan we het hebben over de voorbereiding voor deze challenge. Hoe kan Niels het beste trainen? Hoe kan hij zich fysiologisch het beste voorbereiden? Maar hoe kan hij zich ook mentaal het beste voorbereiden? En daarom gaan we vandaag in gesprek met Paul. Paul gaat ons er zeker mee helpen. Check it out. Daar zijn we bij Paul, Paul van Arminius. Paul heeft heel veel kennis en ervaring over het geven van trainingen, personal training, het voorbereiden op eigenlijk bizarre fysieke, maar misschien ook wel mentale dingen. Dus Paul, ja, bedankt dat je ons hiermee wil helpen. You're welcome. Die 1000 challenge, de 1000 rep challenge, wat vind je ervan? Ja, allereerst welkom weer terug op locatie, anders dan anders. Dit keer onder het Arminius Selectie Trainingscentrum. Ja, wat vind ik eigenlijk nou van die 1000 swingovers? Ja. Eerste gedachte was eigenlijk al direct, wat de fuck gaat er nu gebeuren? Wat bezielt je om eigenlijk die 1000 swingovers te maken? Nou, we hebben daar een heel gesprek over gehad. En het mooiste vind ik eigenlijk is het mentale component die eraan gekoppeld is. En dat je ook zegt van oké, het lichaam is in staat tot veel meer dingen dan mensen denken. En daar is de 1000 swingovers eigenlijk wel een levend bewijs van. En dat vind ik alleen maar een mooie gedachte en een mooie doelstelling. Ondanks dat ik denk van, maf Kees. Ja. Denk je dat het mogelijk is? Altijd. Ja, ik ben van mening dat heel veel zaken gewoon mogelijk zijn, mits je daar met goed verstand er naartoe traint en dan wel in begeleid wordt. Als jij mentaal die doelstelling goed voorbereidt, dan wel goed voor ogen hebt, dan is elk doel te halen. Ik denk in jouw geval dat het meer pijn tussen je oren gaat doen dan het lichamelijk pijn gaat doen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dan de mind juist heb om gewoon door te kunnen blijven gaan? Ervaren wanneer die pijn komt, middels diverse trainingen. Een voorbeeldsessie zou kunnen zijn, is dat jij hier in de voorbereiding een uur lang alleen maar hetzelfde doet. Ja, goedemorgen. Voordat we verder gaan in het filmpje bij Paul, ben onderweg deze ochtend naar Erik van der Ham. Al jaren mijn trainer en oprichter van het bedrijf Mobstacle. Een mobiele obstaclewagen uitgevonden. Gaaf ding. De reden dat ik naar Erik ga is omdat Erik heel veel ervaring heeft in het geven van trainingen, trainingsfilosofieën. En Erik is daarnaast ook gewoon een baas, ook als atleet. Hij is 3 jaar lang kampioen geweest. De korte survivor in afstand bij de 40-plus categorieën. Echt knap, ik heb Erik hoog zitten. Dus dat is gaaf. Erik heeft tijd gevonden om met mij over de 1000 rep challenge te hebben. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Goedemorgen Erik. Goedemorgen. Nu denken mensen natuurlijk dat dit vooraf al ingestudeerd is, maar is dat zo? Nee, dit is een overval. Ja. Hey Erik, we hebben elkaar natuurlijk op het Torfveld al gesproken. 1000 swing-off challenge. Wat vind je ervan? Nou, het is daadwerkelijk, je hebt challenges en challenges. Maar goed, wat is niet een challenge tegenwoordig, maar dit is wel een echte challenge. Eerst het plan was, ik doe er gewoon 1 per minuut en ik doe dat gewoon 17 uur lang. Ja, dus je best wel heel veel krachtuithoudingsvermogen wordt getest. Waarbij je in ieder geval ver verwijderd wil blijven bij je grootste gevaar die je hebt. En dat is dat je niet meer die lactaat op tijd gebruikt om het brandstof. Ja. Want die bouwt zich op hè, met klimmen. En dan weet je op een gegeven moment van, hey, nu voel ik hem aankomen. En dan moet je even of stoppen in de hindernis of je bent al uit de hindernis. Ja. Die hoeveelheid tijd is volgens mij interessant. Stel dat het 40 seconden is, hoeveel swingovers passen daarin? Als ik gestaag met een energie in die primaire zone 2, dat blijft doen. Dus moet je niet in één keer sneller gaan klimmen. Nee. Nou, dan zou ik gewoon zeggen, nou, dan past het er zoveel in. En dan stel 4 of 6 en dan doe je elke keer blokjes van 6.
En dan heb je hem gelegitimeerd aan. Wordt lactaat gewoon keurig netjes afgebroken. Resynthese is dat. En dan is dat zelfs gewoon een brandstof. Ja. Nou, en dan schiet hij niet door en dan ga je heel mooi zo. Jij denkt eigenlijk dat het misschien slimmer kan zijn om in blokjes in te delen, niet bijvoorbeeld 1 per minuut of 1 per 45 seconden? Of... Ja, maar je kan die minuut niet uitleggen. Ik had natuurlijk met mijn grote bek ja gezegd tegen Jeroen. En zei ik, we gaan eerst 200 proberen, kijken hoe dat gaat. Dan heb je 3 uur en een kwartier achter elkaar. Continu door. Ja. En ik ben er bang voor als ik te veel rust zou nemen, dat je op een gegeven moment die drempel om nog weer te gaan beginnen te groot wordt. Ja. Paul die denkt dat dit vooral een mentale challenge geworden. Hij zegt fysiek gaat zwaar worden. Zeg maar, ik denk dat dit vooral mentaal de ding gaat worden, omdat je continu precies hetzelfde moet doen. En op een gegeven moment ben je er zo klaar mee dat je denkt, waarom? Ja, waarom wil ik dit? Waarom doe ik dit? Ja, maar daar schat ik jou wel hoog in. Heel eerlijk gezegd. Jij kan wel dan een blok zetten ergens. Ik weet niet waar je dat doet. En dan gewoon. Anders ben je ook niet op dit niveau gekomen waar je nu bent. Of je was al zo sterk en het heeft zich geopenbaard. Of je hebt dat ontwikkeld, of weet ik wat, maar dat is echt wel een enorme kracht. Weet je, nou goed, en mag dat plan allemaal niet lukken, dan zoomen we even hierop in en dan ga je gewoon voorwaarts. Ja. Nou, je ziet het al, we hebben nog niet eens wat gedaan en Niels zit nu al op toiletten te schijten, want die heeft nu al angst. Dus die komt er zo naar buiten toe en dan gaan we echt dingen doen. Ja, kijk! Ik vroeg me af, Paul, heb je wat voorbeelden van dat soort mentale trainingen die Niels kan gaan doen om te zorgen dat hij mentaal sterk genoeg is om door te gaan wanneer het zwaar wordt? Ja, er zijn legio voorbeelden van en 9 van de 10 keer hoe ik dat dan toepas, het mentale aspect in vooral in dit gebied. Gedurende trainingen dus je wil komt het wel naar voren toe waar hij zich minder prettig bij voelt. En daar waar hij zich minder prettig bij voelt, daar gaan we er verder op inhaken. En dat uitbouwen. En zet kettlebell dus een training, ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat dat moet ik uit Niels gaan halen. Het wordt inzichtelijk dat wat hij niet leuk gaat vinden, want die Road to 1000, ondanks dat de eerste 2 reps misschien wel leuk is omdat het uit de zwijgerwereld komt, maar meerdere reps, dat gaat niet meer leuk worden. En waarom wordt het dan niet leuk? Wordt het niet leuk omdat het pijn doet, omdat het gewoon zo lang duurt dat je niet weet wanneer het stopt. Je weet niet wanneer het stopt, je weet niet wat er komen gaat, ja, dan kom je in een stukje onzekerheid. Ja, goed, en dan eens even zien hoe lang je dan volhoudt. We waren bij de fysio. We stelden hem de vraag, is dit nou gezond voor je lijf om zo'n challenge te doen? Zou je het nou adviseren aan mensen om zoiets te doen en om die grenzen op te zoeken? Ik kan me voorstellen dat jij daar misschien een hele andere mening over hebt dan een fysio die geleerd heeft hoe mensen heel te houden. Hoe sta jij er tegenover? En dit soort zaken is nooit goed. Weet je wel, dat staat buiten kijf. Een Mount Everest beklimmen is ook echt niet goed voor je lichaam. Maar het zijn bepaalde doelstellingen die mensen hebben in het leven. Maar ik vind juist de gedachte erachter, vind ik gewoon echt super 200%. He, laat maar eens zien. En als dit jouw roeping is om het te doen, fuck it, wat de rest zegt, gewoon doen. En voorwaarts, dat is het. En dan zie je dan wel weer. Kan je weer afvinken, kan je weer door. Weet je wel, je bent gek dat je het doet. Maar aan de andere kant vind ik het gewoon, heb ik respect voor dat je het doet. En dat je die drive hebt om het te doen. Kijk, en dat denk ik dat de mens daar gewoon veel beter van wordt dan als we kijken nu naar de afgelopen coronaperiode. Is dat mensen eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen, terwijl ze de kansen moeten gaan pakken die er zijn. Want je hebt maar één leven. Punt. Voorwaarts. Boom. Heel goed. Thanks, man. Ja. Ben je nu al moe? Ja. Waarvan? Gewoon het opwarmen intensiteit. Ik denk ook warmte, misschien een beetje spanning. Gisteren 2 keer getraind. Maar niet uit. 5 rondjes. Ga jij doen. 5 rondjes, 5 calorieën op de bike. Gevolgd door 10 burpees naar een target. Vol gas, alles geven. Dus je hebt maar 5 rondjes. En ik wil eigenlijk dat je binnen 5 minuten klaar bent. Oké? Okay? Stel even de fiets af. Ga eventjes 10 seconden op de fiets zitten om te kijken, ben ik goed gezet? Volg af, kom maar. Laat me zien wat je waard bent, kom maar. Kom op.
10 burpees. Here we go. 2, je bent langzamer. 10. Here we go. 15 calorietjes. Ah, pushen, kom op. Je zakt af, kom op. Keep pushing, come on. Pijn wat je nu hebt, ga je hetzelfde straks ervaren. Get used to it. Weet ik niet, jij telt. Doe dan nog maar 5 dan. Dan weet ik in ieder geval zeker dat je de 10 hebt gehad. Wat zei ik nou net? Nog 5 pakken. Oké, hier komen 2 kettlebells pakken. Beide kanten naar je schouders toe brengen. Daar naartoe kijken, ellebogen naar binnen. Succes. Je moet het maar uitvragen. Ja, ik krijg 1000 swingen. Ellebogen naar binnen. Hoe kun je hier klaar voor zijn? Ik weet het niet. Pak op de kettlebells. Pak op de kettlebells. Naar je schouders, ik heb niks gezegd over stoppen. Wil je het of niet? Elleboog naar binnen. Niet op de schouders leunen. Elleboog naar beneden. 1000 swingovers zijn echt heel veel. Ik weet ook niet of ik dat ga redden. Blijven nadenken. Kom, uitschakelen. Even oppakken. Stop met huilen. Door je buik ademhalen. En we worden rustig. Maar ik ga alle bergen. Ik ga het doen. Rust, leg ze neer. Even op de fiets stappen. En even rustig, even... Ja. Even rustig, 3 minuutjes, hartslag naar beneden, ademhaling. Kan het, mag dit erin of niet, in jouw bidon? Ja. Jouw lichaam, hè, dat is dus een onbewuste reactie. Die is eigenlijk op zoek naar een bevestiging van kijk mij zwaar hebben. Eerste reactie. Fuck. Heel zwaar, man. Het was echt een soulbike heb ik nooit gedaan. Burpees is niet meer zwakker of niet meer goede kant. Het is eigenlijk fantastisch dat je die oefening hebt uitgezocht. Had ik push-ups gedaan, was ik lang niet zo stuk gaan als nu. Het is echt goud. Ik ging echt stuk. Ik was bij nummer 2, toen dacht ik al, fuck. Mijn hartslag zit al boven 180 en dat was echt zo. Ik denk, kut, hoe ga ik dit volhouden? Toen was ik hiermee klaar, toen dacht ik. Toen zei je, loop maar naar de kettlebells. Ik wist dat het ergens kwam. En je zag me die eerste 2 rondes was gewoon... Zoals Paul zei, ik was aan het janken. Dat moet ik niet meer doen. Ik had een soort van medelijden met mezelf of zo. Ja. Hij slaat helemaal nergens op als ik die wil halen. Toen Paul zei, stop met janken, toen dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Toen kwam die hartslag eindelijk wat naar beneden. Ja. En dat was, ik denk ook dat het paniek was. Je zei in het begin, want is je hartslag hoog? Ja. Gewoon paniek. Vaak zo'n fitte baan gaan bij nu training. Ik denk, ik moet dat laten zien, maar het is hier laten zien. Ja. Moet je wat anderen vinden, dat is wat ik doe. Juist. Tijd maakt geen donder uit. Ja. En gezonde spanning is goed, dat houdt je scherp. Maar het moet niet zo zijn zoals je hier nu gestart bent. Je weet niet wat er gaat komen. Ik ga iets doen wat totaal uit je comfortzone ligt. Ja. Het is een logische reactie. En die reactie wilde ik ook eigenlijk triggeren. Met als doel om eens even weer met 2 voeten op de grond te komen. Om te kijken van oké, wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Nou, vervolgens naar het bord toe. Dan zie je dat je helemaal in paniek raakt. Ja. En eigenlijk een split second had je hem te pakken. En toen werd je rustig. Nou, die rust moet je eigenlijk 16 uur lang volhouden. Als je dan neurologisch bekijkt met wat er gebeurt, is dat je hier de draad kwijt bent. Dan ga je een swingover niet meer maken namelijk. Want het is een best wel een advanced movement. Dat heeft even wat techniek nodig en dat is aansturing. En voor jou is dat ritme. Maar op het moment dat je vermoeid raakt, moet je wel terug kunnen vallen naar het aansturen van die beweging. Dat moet door blijven gaan. Even op de box zitten ofzo. Of, ja, ga even lekker... Ik merk dat ik gewoon nog steeds dizzy ben. Ja, dit is een workout. Oh, dizzy. Aansturing. Zo, aanstellerij. Piste bijna mijn broek, man. Liet er gewoon bijna lopen. Ja. Gewoon zo kapot ging ik. Voor de mensen die de Tormel wel eens hebben gelopen, zo voel ik me nu met een keer 1,5 of zo. Nou, bij deze rond ik hem af voor vandaag.
En uitgeteld, vond je dit nou vet? Gooi een duimpje even omhoog en deel het ook onder je vrienden. 1 augustus ga ik kijken hoeveel pijn het me gaat kosten. Vandaag deed veel pijn. Blijf je nog even liggen. Zie jullie later.